Nee, ik ook niet. Ja, nou, hij had toch gereden of zo? Zeker slecht geslapen of even. Komt door een knabbele visje. Oh? Oude visjes, allemaal dood. Ja. Nieuwe visjes zijn piranhas. Maar je gierigheid. Moet van gier, boos op mevrouw Mien. Ik was erbij, joh, toen ze gebeten werd. Ik heb ze nog wel gekocht. Hoe halen jullie nou je mond eens? Vrouwen? Mogen we hier nou ook niet meer praten? Nee, nee. Hey, anders ga ik met een andere kap hoor. Hey. Nee, 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 nee. Nee, doe net nou, ja. Het komt wel goed uit. Hi, Twins. Hoe ben je dan weer klaar? Nou, keurig, meisje. Keurig. Kan je nog wel bij je afrekenen, Ron? Of hoe zit dat? Ja, natuurlijk kan dat. Ja, sorry voor mijn reactie van daarnet, maar ik ben nog wat gespannen over nieuwe behandelingen en zo. Komt allemaal goed, jongen. Het is toch allemaal een kwestie van wennen, of niet, Svetlana? Hey, zeg maar wat op. Van de bovenhouden, hè? Ja. Het is allemaal nieuw, hè? Hé, hey, jij doet het. Ook dat nog. Hé, hey, mensen? Ja. Komt kijken. Ja, tot ziens. Tot ziens, daarvoor. Ja. Nou, jongen, jongen, ken je uitkijken? Dat zeg je niet uit de buurt. Nou ja, knap, Terja. En allemaal boos ook. Morning, people. Is de baas van huis? Jazeker, hier ben ik. Nee, ik bedoel de Keur. Twan Keur. Mijn zoon. Oh, nou, aangenaam kennis te maken, meneer Keur. Dan ben ik zo gezegd uw schoonzoon. En dit is Svetlana, onze schoonheidsspecialiste. Dag meneer. Ron en Twan zijn samen in baas van het salon. Heel mooie salon. Wat is het, Koes? Is dat je zoon? Zoon? No, Tracy, he is not. Mag ik jullie even voorstellen? Mijn vrouw is Tracy Trump-Keur uit Amerika. Veel Nederlands spreekt ze helaas nog niet. What did you say, Ronnie? That your Dutch is not so good, honey. Oh, no, very difficult Dutch. We zijn Svetlana, die spreekt heel goed Nederlands. En die komt uit Oekraïne. Ja, maar in het begin erg difficult. Men die les ons nodig. Heel interessant allemaal, maar waar is dan mijn zoon? Die doet boodschappen. Ja. Hij vond immers toch niet weten dat u zou komen, toch? Nee, dat niet. Nou, dan wachten we wel. Sorry, Annie. He's not here. We will wait. Oké. Okay. Gaat u zitten. Wil je koffie wachten? Nee, dank je. Dat komt straks wel als, als het ander is. Koffie met hem? Meneer Keur, hoe lang blijft u nu in Nederland? Ja, Twan vertelde mij dat u al jaren in Amerika was. Ja, dat klopt. Maar we zijn gisteren aangekomen. Ah. Een jaar in Amsterdam voor zaken. Niet waar, Arnie? Een jaar in Amsterdam. Hè? Oh yes, it is so wonderful. Ja, in Amsterdam. Kom, dat wordt een hele verrassing voor Twan. Ja, inderdaad. Ja. Dan kan hij gelijk zijn nieuwe moeder zien. Zijn vierde oog. Hoe geeft Garen? Mag toch niet in Amerika? Garen? Hoe verzin je het? Nee hoor, keurig achter elkaar. Oh, wat is dat vrij, Koes? Wat did she say? Ah, I said that you were my fourth wife. And she asked if I had a harem, you know, like with the Normans. A harem? No way! It's me, and only me. And the stooge? Yes, yes, I begrijp that, sorry. A harem. Nou, blijf naar mijn zoon. Ik heb direct een afspraak. Die haalt eten voor het vanavond. Eten halen voor vanavond? Ja. Sorry, daar heb je toch personeel voor? Meneer, ik werk in salon, niet in koiken. Ja, zo gaat het hier in Nederland. Nou, bij ons niet. Wij hebben een appartement met bediening. Hier waren we een appartement met full service centers. Yes, of course. I do nothing. Oh, you're shopping. Inderdaad. Maar dat vrouwtje allemaal niet kan met een creditcard. What did you say? It's about me? No, 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 honey. It's about business. Sorry, but I really have to go now. Are you coming with me or are you staying here? I stay here, I think. Maybe I let him do my hair. Okay. Good. Ik
ik moet nog gaan. En zie steeds hier. Zij blijft hier. En misschien laat ze er haven. Dat is prima. Ja, hoor. Goed, tot later. Oh, en zeg maar tegen Twan dat hij geen eten hoeft te koken. We gaan er weten. Nou, een kop of koffie, madam? Koffie, no. Do you have something stronger? Wat? Zijn jullie drank, bro? Kan ik er nog een fles van vorige week staan, van het feest? Ik haal het even. Moment. Please. Nice, man. If Hilly here is gay. Or how do you say it in Dutch? Gewoon. How do you say? Homo? Oh, no, no, madam. Homo. In Amsterdam, many homos. Look at that from my friends. Are you a communist? No, madam. Russians are communists, not we. Sorry, sorry. For us Americans, it is all the same. But not for us. So. Here we are. It's the pain. Please, madam. Thank you, Annie. It's a funny English that you speak. What zegt ze? Dat jij niet Engels praat. Dat kan ik niet zo doen. Ik heb dat nooit gehad op school. Madam, when I was klein, ik heb geen Engels gehad op school. Sorry. Oh yes, this is it.
for Amsterdam. Oh, I am sorry to say, madam, but in Amsterdam, people will think that you are a very special kind of woman, as you know what I mean. A very special? Oh, no. But maybe for a little adventure? No, that's not nice for cruise. I'll take the brown one. And then, cruise will pay. Okay. I think I can... Bruine. €70 Koes. Yes. And can you call a taxi for me? I will come to the hotel. Of course. Theo, ich habe einen Plan für jou. Ja, nur direkt. Taxi kommt zo. I will wait outside. The weather is nice. Lekker hier te ja. Bye. Bye. Wat een mens! En die vader! Ja, wat is het? Wat moeten wij hier? Is het internet niet hier? Nee, niet hier, maar... Oh, Boris. En wie is dat? Hallo, neefje. Fijn jou weer te zien. Dit is Oksana. Zij gaat trouwen met Nederlandse meneer. Kennis via internet. En waarom is hij hier? Hier is geen meneer van internet. Ja, nee. Ik kan meneer even niet bereiken en... Daarom moet Oksana even hier logeren, totdat ik meneer gevonden heb. Oh nee, dat kan echt niet. Dat vind ik dan niet, vast niet goed. Luister, kleine. Ik heb genoeg van dat gezeur van jou. Jij doet wat ik zeg. Jij begrijpt? Hey, Boris, ook weer in de stad. Meneer Van. En wie is die schone? Nog een nichtje? Nee, dat is geen nichtje. Dat is Oksana. Zij gaat hier in Nederland trouwen. Ik help daarbij. En niet voor niks, denk ik, hè? Maar waarom breng jij hier? Deze schoon heeft toch geen kuurtje nodig? Oh, doe je niks, hoor. Ja, nee, ik kan haar meneer even niet bereiken. Daarom even bij Svetlana logeren, één dagje. Misschien één dagje. Oké? Ja, ik denk dat dat wel kan, hoor. Toch, Svetlana? Ach, kom op, een beetje aardig voor een landgenoot van je, toch? Ze kan hier geen slapen, hoor. En trouwens, als ze eenmaal getrouwd is, heeft ze ons vast nog wel een keer nodig. Het is goed. Dank u wel, meneer Van. Oksana, luister. Dat is mijn nichtje, Svetlana. Zij zorgt voor jou. En ik ga op zoek naar jouw manier, oké? Hier blijven? Hoe komt dat snel terug? Ja, natuurlijk. En met jou, Brian. Brian. Hoe heet dat man die gaat trouwen? Bruigom. Oh. Svetlana, breng maar even naar boven. Ze komen op als je kamertje slapen. Er is genoeg ruimte, het komt helemaal goed. Maar dat zegt Boris. Wanneer komen die invriespakketjes? Ja, voor die cryotherapie? Ja, meneer Twans, een beetje een probleem. De grens met Krim is een tijdje dicht. Misschien volgende maand. Nee, Gentver, en het duurt al zo lang. Zit een klant op te wachten. Verder alles goed? Ja, alles goed. Steeds meer nieuwe klanten erbij. Mooi. Zijn jij snel rekening betaald? Ja, tuurlijk. Ja. Oké. Nou, ik moet gaan. Ik ga bruidegom zoeken. Tot ziens. Ja, het is natuurlijk een boefje, die Boris, maar ja, hoeveel zal hij voor dat bruidje krijgen?
eerst maar even spul opruimen. Zitten. Zo. Ja.
beetje strak en het doet een beetje pijn. Hoor niet. Weet je wat we gewoon doen? Je gaat even de behandelkabine in. Ja, daar ga je ontzettend van ontspannen. En je valt er ook nog vanaf. Vooruit maar. Nou, kom maar mee. Daar is de kleedkamer. Kun je alvast uitkleden als ik de cabine in orde maak? Uitkleden? Wat moet ik doen dan? Nou ja, je kleren worden natuurlijk nat van het zweet. Ja, dat kan niet, hè. Maar er hangt een badjas, dus het komt allemaal goed. Ja? Het is trouwens wel een tut, hoor. Maar ja, elke klant is er één, hè. Nu de cabine. Het zal mij benieuwen. Alleen, die wangen, dat zou het normaal zijn bij botox. Er stond niks over in die gebruiksaanwijzing. Ik weet het niet. Hoe moet dat nou? Ik snap er echt helemaal niks van.
een jasje. Ja, dankjewel. Als je er niet was geweest, dan had ik wel jou aan mijn bord! Oh. Oh. Het spijt me heel erg, mevrouw. Ja. Lukt het? Ja, mijn auto staat om de hoek. Maar Cora, Cora, de volgende keer dan zal ik alles... De volgende keer? De volgende keer? Ik ga nog de volgende keer! Ik stuur me even voor het ziekenhuis! En ik schaam me een advocaat in! Ja, maar ik wil het ook weer! Rustig maar. Rustig maar. Sterk voor mevrouw. Nogmaals mijn excuses. Hoef me niet zo af te schouwen, Ron Blauw. Ben je knechtje niet? Ik had je nog zo gewaarschuwd, mankeur. Met dit soort behandelingen kan je niet zomaar aanrommelen. Zonder een diploma. Vrouw, hè? Die vrouw die gaat het nu aan iedereen vertellen. Dan komt er niemand meer. Dan gaan we fiets. Dan bedankt van. Maar, ach jij ook. Geef me uithuilen bij die tante van je, slappe nicht. Kom nou. Begon allemaal zo fijn. Ik weet het niet meer, hoor. Van, Fanny.